Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe preview hier op Gamersnet.nl. We zouden Gamersnet.nl niet zijn als we het niet natuurlijk richting december heel veel gaan hebben over Super Smash Bros. Ultimate. Ja, de game waar elke Nintendo-liefhebber op wacht. Zo ook Tom, hij heeft de GameCube-controller gepakt en aan de slag gegaan met zijn favoriete Smashers. Ja! Het is trouwens wel de Wii U-adapter die er gewoon in gaat, hè? Dat is bizar eigenlijk als je erover nadenkt. Wacht, er komt een stukje Wii U-tech terug naar de Switch? Ja, het meest succesvolle stukje Wii U ooit, denk ik. Nice, dat denk ik wel. Ja, oké. Okay, nee, dus met de GameCube-controller gewoon weer kunnen smashen! Holy shit! Dat? We zijn weer terug! Ja, wat is er nieuw? Het leuke was aan deze preview-sessie bij Nintendo was dat we vooral gingen focussen op de singleplayer. Want tot dusver hebben we dat vooral de multiplayer gedaan. Ik had het helemaal niet verwacht. Nee, ik dus eigenlijk ook niet. Maar ze hadden dus gewoon drie facetten van de singleplayer die ze gewoon zo konden laten zien. Op de phone? Okay, zijn er meer dan één facet aan de singleplayer? Jazeker. Ja, dat hoort natuurlijk een beetje bij. Je hebt drie grote key features die ze nou erin gooien. En natuurlijk de eerste is World of Light. En dat is natuurlijk ook van de cinematic trailer die we laatst zagen. Dat is zeg maar dat verhaal pak je daarop. Dus je begint met Kirby in een soort van nieuw universum. En alle Nintendo helden zijn overgenomen door een evil ass force. En je moet ze allemaal gaan bevechten om je vrienden te kunnen bevrijden. Ja. Ja, het is leuk dat ze iets met een verhaal doen. Ook al is het natuurlijk flinterdun. Nee, maar is het voor hun ook een soort van knipoog naar al die andere super slechte storylines van de Street Fighters, de Tekken, de Soul Calibers van deze Ik wereld? Ik denk dat het haast wel moet, omdat het is allemaal zo bijeengegrepen dat je dan ineens weet je ga je Marv bevrijden terwijl je met Kirby aan het vechten bent en je hebt een Splatoon inkling aan je zijde. Het is natuurlijk, het slaat helemaal nergens op, maar dat is juist denk ik weer een beetje tong in cheek van weet je wel van haha kijk we hebben alles en we doen er ook iets mee. Dat is leuk gedaan, dus op die manier ga je ook met een heleboel vechters en ga je ook met een heleboel zeg maar een soort van assist en party members ga je aan de slag en dan krijg je dus allemaal verschillende stats en kun je allerlei verschillende fighters vrij spelen. En zodoende heb je toch een beetje houvast in dat enorme roster. Wat ja, want is. Je leert daarmee ook wel een beetje het spel natuurlijk. Ja, ja, op die manier. Het is niet echt een tutorial of zo. Dat helaas dan niet. Het is wel echt. Het is duidelijk ook gewoon voor de Smash-fanaten die het al langer spelen, die het al langer kennen van stap in. En heb je alsnog een beetje houvast. Maar nee, het is niet echt zoiets in van. Oh, dit is hoe je gaat slaan. Nee, nee, nee. Het gaat meteen hard. Oké, dat was facet 1. Ja. Facet 2. Het Spirit Board is een nieuwe feature. En dat is eigenlijk een soort van continu randomized roster aan uitdagingen. Dat is heel apart. Je ziet een soort kaarten in een menu en die kaarten die verlopen en die kaarten die moet je activeren. En je mag maar één keer proberen dat gevecht uit te vechten. En als je daarin slaagt, dan krijg je dus een extraatje voor weer je andere gevechten. En dan lok je dus weer iets. En op die manier is het wel heel leuk dat je dus continu eigenlijk, je kijkt naar het roster, precies van oké, ik ben niet zo goed met deze fighter of ik denk dat deze heel moeilijk wordt, dus dan pak ik hier een makkelijk niveau, krijg ik een klein dingetje en dan kan ik misschien weer iets unlocken waardoor ik weer een ander groter gevecht weer beter kan. Je hebt maar één kans. Als de kaart weg is, is die weg. Nee, dan is die weg en dan moet je weer even wachten, dan komt er weer een nieuwe of dan zijn er in de tussentijd alweer andere verschenen. Maar zijn dit dagelijkse events, uurlijkse events? Het gaat echt om 3 minuten en dan vervangen ze er weer een heleboel. Dus het gaat heel hard. Ik denk dat het een soort van pool is aan verschillende kaarten. Die uiteindelijk een soort van depleten, dat zullen er misschien wel duizenden zijn of zo. Maar dit is misschien inderdaad ook wel iets dat ze inderdaad in de toekomst zouden kunnen zeggen van oh, er is nu een tijdelijk ding op het Spirit Board wat alleen deze week dat je een poging kan maken. Een beetje zoals Hitman dat doet met de Elusive Target. Het zou eigenlijk wel leuk zijn als ze dat bij Smash ook zoiets doen. Wat vet, maar dit klinkt best wel tof. Ja, dit is ja. Best wel dat je elke keer weer iets nieuws ziet. Ja, dat is het ook. Je wordt wel continu zeg maar, blootgesteld aan andere speelstijlen en gekke dingen die er kunnen gebeuren. Dus oh, het is niet zomaar een rob robot. Het is er eentje die nu extra groot is en hij heeft een power-up. En hij is beter met verdedigen, dus je moet anders aan gaan vallen en zo. Het is best wel leuk dat ze je daarmee een beetje triggeren om op hele andere manieren naar het spel te kijken. Ja, tof. Klinkt leuk. Facet 3. Klassiek. Ik heb hem, in de tussentijd had ik hem op zijn Nederlands gezet, dus klassiek. Klassiek? Ja, klassiek is eigenlijk gewoon een soort van, per fighter heb je een soort van heel klein aantal stages wat je doorloopt en dat doe je dan met een bepaalde intensiteit. En naarmate je beter vecht, groeit die intensiteit, krijg je moeilijkere gevechten, maar kom je dus ook weer verder op een soort van, dat is een hele vette soort van muurschildering. Okay. En naarmate je zeg maar het jezelf moeilijker maakt en beter gaat vechten, kom je verder op die muurschildering. Dus dat is een beetje een soort van, ja, het is bijna een soort van heel interactief leaderboard of zo. Het is heel apart, want je kunt dus zeggen van oh, ik wil met deze fighter nu het einde van de muurschildering bereiken. Maar goed, dan moet ik al beginnen op intensiteit 7. En dat is super lastig als ik dan al die gevechten, dat hele riedeltje, uit moet lopen. Maar dit lijkt dus echt inderdaad op gewoon de beetje de classic die we kennen van Melee. Dat er een soort van set aantal gevechten is en een heel klein soort van platformachtig dingetje om wat extra coins te verdienen en zo. Ja. Dus dat is leuk dat ze dat weer terugbrengen. En ik vind vooral die muurschildering gewoon heel tof gedaan. Het is eigenlijk gewoon wat je al had, maar met een muurschildering. Ja, maar dat is een hele leuke visuele manier. Pak je de hipsters gelijk mee. Nou, die denken gelijk dat het er 100 keer mooier is. Oh, fresco.
Ja. Nee, maar het is toch wel een soort van leuke... Ja, terwijl je die muurschildering zo ziet verschuiven, heb je een heel visueel soort van trigger van... Oh, zo goed ben ik bezig. Wat gewoon heel leuk is, want je gaat ook een stukje terug als je een gevecht verliest. Maar dat wil niet zeggen dat het voorbij is, weet je wel. Precies. Maar dat, ja, goed, natuurlijk uiteindelijk is de endgame dat je die hele muurschildering uit kan spelen met alle fighters. Maar dan zie ik je in 2020 wel weer. Ja, precies. Ja. Is Nintendo ook zo slim geweest dan om direct een David Bowie soundtrack erbij te gooien? Want nee, dat is helemaal. Zo hipster vind ik Super Smash niet, hoor. En ja, is David Bowie echt nog zo hipster? Ja, ik zou zeggen dat hij mainstream is gegaan. Ik vind hem bijzonder dood. Ja. Goed, dit was de singleplayer ervaring van Tom. Jij bent best wel tevreden. Ja, ik ben heel erg tevreden. Vooral ook omdat natuurlijk je zit daar bij Nintendo, je doet die drie facetten en uiteindelijk ga je alsnog gewoon met z'n allen smashen met dat nieuwe roster. Dat is gewoon heel fijn. Ja, heel prettig. Ah, goed, daar wel een aantal previews van. Ja. Die kun je ook allemaal checken op gamersnet.nl. Alles over Super Smash Bros. Ultimate. Hij komt op 7 december uit. Dan rennen we allemaal naar de winkeltjes. En kom dan ook tegen die tijd. Ren dan ook tegen die tijd weer naar gamersnet.nl voor een uitgebreide review van Super Smash Bros. Ultimate. En misschien nog wel veel meer content. Dankjewel Tom. Dankjewel Peter. Dankjewel kijkers. Tot de volgende.